Ik had verwacht dat ze nog niet Ik ben Tine Haker, ik ben vrijwilligster op Lekenweide. Op dit moment zijn we aanwezig op de Koopmansstraat, waar ook een zorgboerderij van Lekenweide staat. En waar ik ook de leiding heb over een wandelclubje. Ik heb ook een wandelclubje in Woerden, op Lekenweide zelf. Overigens niet de leiding, maar ook daar wandel ik op maandagavond. De ene maandag in Woerden, de andere maandag in Wervershoof. Daarbuiten, de wandelclubjes heb ik 20 jaar lang, want ik ben 20 jaar lang daar vrijwilligster geweest op Lekenweide. En nog, uiteraard, deed ik de evenementen voor de vrije tijdbesteding. En dat hield in Sinterklaasavonden, kerstavonden, carnaval, zomerspelen, alles wat daar georganiseerd werd door de vrije tijdbesteding. Gestopt ben ik nu met de evenementen. Ik wil alleen blijven doen de twee wandelclubjes. Zolang ik goed kan lopen lijkt me dat een leuke bezigheid. Aangezien ik 5 december 80 word, hoop te worden althans, lijkt mij het evenementen, het ladders beklimmen en bomen versieren een beetje overdreven. En op Lekenweide zelf ken ik uiteraard van de honderden cliënten die er wonen, ken ik ze bijna allemaal in de loop van de jaren. Ik heb er ook 18 jaar een beauty salon gedaan met 8 vrijwilligers. Daar ben ik al een paar jaar geleden mee gestopt, want het is lichamelijk natuurlijk heel zwaar. Zo'n beauty salon. Maar daar heb ik wel heel veel plezier van gehad. Heb ik ook zelf opgericht in de tijd. En het ging me echt aan mijn hart om daarmee te moeten stoppen. En cliënten, ja, wat voor voorkeur heb ik eigenlijk niet echt. Ik vind ze eigenlijk allemaal even lief, want het is gewoon een heel heerlijk werk om daar je vrije tijd in te stoppen. Allemaal op Tine stemmen, dank u wel.